Nou mensen, Bilal en ik zijn hier. En we gaan een bal overhandigen aan een jongeman die heeft de bal gewonnen. Of niet Bilal? Ja. He? Gaan we aan hem geven? Ja. Het is duidelijk, jij bent voor Feyenoord hè? Nee. Jij? Nee. En voor wie dan? Ajax. Ajax, oh. Dat kunnen wij niet zien. Dit kunnen we niet zien. So back to what I was saying. We zijn hier aangekomen. En nou, Bilal die heeft die bal meegenomen. Ga je even voorstellen, Bilal? Nee. Nee? Nee, ga je niet zeggen hoe je heet? Nee? Nou, en de winnaar, ga je zelf ook voorstellen? Ja. Nou, kom maar even bij dan. Kom maar even voorbij staan. Nou, Quint. Quint? Hoe oud ben je? Quint? 8. 8 jaar? Ja. En jij voetbalt? Bij? Bij Deukos. Ja, dat kunnen we denk ik wel zien hier zo. Ja, het ziet er goed uit. In wat voor team zit je? F2. F2. Alleen ik weet nog, volgend jaar ga ik naar de E. Naar de E? Ja. Hoe oud ben je nu? 8. 8, ja, in principe moet je naar een E, denk ik. Ja. Ja, heb je naar je zin gehad bij Dokos? Ja. En je hebt een filmpje opgestuurd, hè? Of niet? Ja. En wat had je daar gezegd? Nou, dat ik later de beste keeper van de hele wereld word. En dan heb ik daar. Maar het zou fijner zijn als ik een ronde bal heb. Als je een ronde bal had? Ja, en toen had ik een rugbal in mijn handen. Ik vond hem wel echt heel grappig eigenlijk. Hey Bilal, ga jij die bal overhandigen? Geef je die bal aan hem? Ik moet in de goal staan, dan mag jij schieten. Ja, goed. Ja? Ja? Dus die bal wil jij nog niet geven? Jawel. Oh, je gaat hem wel geven? Nou, ga hem maar overhandigen. Kijk eens, van een bal. Dankjewel. Ja, zullen we dan even gaan schieten? Ja. Nou. Kom. Nou, dames en heren, we zitten hier. We hebben de beste keeper. Keeper, ben je er klaar voor? Ja. Ja, handje omhoog. Hey, Bilal, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Oké, even wachten. 3, 2, 1. En, oh, wat een redding. Oh. Ja, even wachten, Bilal weer. Ja. Klaarstaan. Keeper, klaar. Oh, wat een aanloop, dames en heren. Wat een aanloop en dan komt hij in. Oh, ja. Ja, dat was een hele mooie doelpunt. Maar de eerste redding was prachtig. En de derde doel. Helaas. Bilal, wat was dat nou? Ga je nou misschieten? Ja. Ja. Die keeper maakt je wel lastig, hoor. Hoe voel je dat, keeper? Hè? Huh? Ja, was slecht ingeschoten, hè? Dat was niet best. Ja, de keeper is goud eerlijk, dames en heren. En daar komt hij. Ho! Oh! Ja, daar zit de keeper kort op. Ja. Ja, en wat een aanname, zeg. Oké, en hij staat klaar. En geen afstand. Ho! Oh, ja! Ja. Heerlijk hoor, mensen. En even kijken. Wat gaat hij doen, dames en heren? Weinig afstand en... Ho! Oh! Ja, dat was een stuit. Zag je dat, keep? En toch heeft hij hem, hoor. Toch heeft hij hem. En de laatste bal, dames en heren. Even wachten, Bilal. Ga hem scoren, Bilal. En. Oh. Ja. Ja. Even serieus, keeper. Je hebt er maar eentje doorgelaten. Hè? Kom even bij, Bilal. Kom maar bij. Je hebt er maar eentje doorgelaten. Ja. Dat heb je supergoed gedaan, man. Ik denk ook. Hè? Van de 5 schoten heb je er maar 1 keer doorgedaan. Hey Bilal, je hebt 1 keer gescoord. Ja. Hè? Ja. Hoe vond je dat? Hè? Ja. Ja. Wij zijn echte. Echte mannen. Ja. En wij zijn echte? De beste. Wij zijn de beste. Dus wij zijn geen echte mannen, maar we zijn de beste. Ja. Ja. We ook echte mannen. Echte mannen. Nou, wat wil je tegen iedereen kijken? Tegen alle... Nee. alle... Nou, ik ben blij dat de bal heb gewonnen. Ja, hè? Ga je er voorzichtig mee zijn? Ja. Ga je er volop van genieten? Ja. En dan hoop ik dat je een profvoetballer gaat worden. Ja? Een duimpje naar iedereen? Bilal, een duimpje. We geven alle mensen alleen maar. Liefde. En wat moeten de mensen doen? Abonneren. Nou mensen, jullie horen het. Jullie moeten gaan abonneren.
En blijf vooral kijken. En nou, willen jullie ook een bal winnen? Nou, ga dan in ieder geval abonneren op het YouTube kanaal Brian Vlogs. En dan gaan we in ieder geval hopelijk gaan we jullie blij maken. En elke keer komt er weer een nieuwe actie. Dus tot zover hier vanuit VV Leiden. Hebben we onze jongens blij kunnen maken. Arrivederci en tot de volgende keer.